We zijn weer te gast met de Nacht van Neptunus op de Vinkeveense Plassen. De traditionele afsluiting van het vaarseizoen van deze toch wel iets afwisselende zomer. We gaan vanavond dus horen hoe mensen deze zomer gevonden hebben. En ik denk dat er toch met dit mooie weekend heel veel boten de moeite genomen hebben om aan Neptunus mee te doen. Wij zitten ook op motorschip Neptunus. Met Midpoint zijn we weer te gast. En we hebben thema's wit. Alles in wit. En we hopen dat de mensen hier aan boord ook dadelijk even een leuk feestje zullen maken. En we gaan kijken wie er nog meer allemaal op de plassen rondvaren. We gaan niet het geheim verhullen. En een hele eer om hier Neptunus weer in Vinkeveen te komen. Dat zowel voor jullie, maar ook voor mij een hele eer om dit jaar in Nederland te zijn. Vooral in Vinkeveen, in ons mooie plassengebied. Om daar vanavond als Neptunus boven de schepen te begroeten als afsluiting van ons seizoen. Hè. Dat is een maar Neptunus, wij zijn eigenlijk niet zo tevreden over dit zomerseizoen. Zou u daar nou voor volgend jaar aan wat kunnen doen? Ja, ik zit eigenlijk normaal buiten deze week. Ben ik hier niet. Hè. Ik ben altijd buitenlands. Wat ik zei, ik woon op een klein eiland op de Atlantische Oceaan. En vlakbij de Mediterraan. En als je daar voor het eerst met een schip langskomt, dan kom ik tevoorschijn met mijn mooie zeemeerminnen. Ja, we gaan zo meteen zien. De zeemeerminnen die worden nu natuurlijk ook heel mooi gemaakt. Maar we hopen eigenlijk toch wel dat u volgend jaar voor ons een goede zomer kunt regelen. Zou dat kunnen? Ik zal mijn best doen. Nou, we gaan u zo meteen boven op de Hoge Toren zien. Heel veel succes vanavond. Hartelijk bedankt. We zijn hier weer op de boot van Neptunus. Ja, gezellig. En die wordt altijd verzorgd door de Steupels. Hoe doen jullie dat? Nou, wij zijn een echte vriendengroep. En gelukkig door een hele hoop leden die ook een normale werk hebben in de bouw, kunnen we aan materialen komen. Dat wordt gesponsord door anderen. En voor de rest zijn we met een mannetje 15 tot 20, eigenlijk 3 dagen in touw om dit op te bouwen. Dus 3 dagen om die mooie toren te maken. Hoeveel mensen hebben jullie wel niet aan boord? Nou, we zitten momenteel aan de ruime. Laten we een carnavalsnummer nemen, denken 111. Dat is echt een mooie getal, denk ik, voor vanavond. Dus dat wordt een hele gezellige boel vanavond? Ja, het is altijd mond-op-mond reclame. We nemen alleen mensen mee die we kennen via, zodat we weten dat het ook gezellig blijft. En Neptunus komt zo meteen bovenop. Jullie gaan hem allemaal aanmoedigen? Ja, gelukkig hebben we er weer eentje gevonden binnen ons club. Een echte erelid. Pim. Nou, we gaan zo meteen hem allemaal ontzettend aanmoedigen. Ja, zeker. Dat gaan we zeker doen. En gelukkig het weer werkt mee. En we hopen straks dat hier heel Vinkeveen weer mooi verlicht is. En jullie heel veel plezier vanavond. Ja, dankjewel. En dat gaat zeker lukken. We zijn hier
de starttoren van de WVA en ik ontmoet hier een paar mensen van de organisatie. Vertel eens, hoe organiseren jullie nu zo'n Nacht van Neptunus? Op zich hebben we een soort draaiboek. En dan moet ik wel zeggen, Remke Oldenburger, die is al jaren zit hij erin. En die hebben het allemaal in de puntjes geregeld. En ik doe toevallig de jurering. En dat is mijn taak een beetje. En jouw naam is? Johan Kroon. Al jaren bekend natuurlijk. Nou ja. En wie is jouw medejurylid? Ik vond het altijd leuk om even een bijzonder iemand weer te nemen. En toen had mijn vriendin gezegd, weet je wat we doen? We nemen de dominees van Vinkeveen. En nou is het voor mij makkelijk, want ik woon er schuin tegenover. Dus ik dacht bij mij, ik ga naar Bram Willem. We vragen. En Bram Willem is natuurlijk een heel spontaan iemand. En hij staat hier naast me. Ja, Bram Willem. En jij zei ja? Ik was buitengewoon verrast dat de vraag bij mij kwam om mee te doen in de jury van de Neptunusnacht. Ik moet bekennen dat ik het wel eens gezien had, maar nooit zo actief aan deelgenomen. En ik dacht, dat is prachtig om 's avonds met de boot over de plas van Vinkeveen te kijken naar de creativiteit van de mensen. Dus ik doe van harte mee. Ja, want het is toch een uniek gebeuren hier in Vinkeveen. Dat je zoveel mensen bij elkaar krijgt uit alle dorpen rondom deze plassen. Ja, ik denk dat het iets gewoon wat in de mens ingebakken zit. Om zowel creatief te zijn en iets met het licht te doen, met het licht te spelen. Zeker als de nacht valt, dan kunnen er mooie dingen gebeuren. En het is wel een samenbindende factor, denk ik, dat iedereen hier het gezellig heeft en bij elkaar komt. Nou, ik denk dat er iets van blijkt uit een mooi vaarseizoen van de afgelopen zomer. Zoals je op het water met elkaar omgaat. Dat zegt natuurlijk iets over hoe je samen dan aan het eind van het vaarseizoen een feest kan maken met elkaar. We zien nu langzaam alle boten aankomen, Johan. En ik zie weer spectaculaire dingen voorbij varen. Nou ja, dat zien wij natuurlijk ook. En ik heb al tegen Bram Willem gezegd, ik zeg, het lijkt makkelijk. Maar iedereen wil graag, ze doen zijn best. Ze willen eigenlijk, ze zeggen wel, ja, we doen niet voor de prijs mee, maar ze willen eigenlijk toch wel een beetje winnen. Dus ik heb al gezegd, het blijft toch altijd een beetje lastig. En wij gaan zometeen tussendoor bij de mensen tussendoor varen. En dan gaan we het van dichtbij bekijken. En ik vind zelf ook al het sfeertje. Moet er ook een beetje wezen. Kijk, verlichting is te maken. Maar het sfeertje vind ik ook heel belangrijk. En ook de kleine bootjes. Kleine bootjes varen ook tussendoor. En sommigen doen gewoon mee voor de competitie. En anderen kijken gewoon zoals eigenlijk iedereen zou willen kijken in het dorp volgens mij. Het valt en staat bij mooi weer. Nou, daar kan de dominee toch voor zorgen? Nou, met zoveel licht op de plas kan het niet in het water vallen. Nou, laten we het daarop houden. Hartstikke bedankt en ik hoop dat jullie een moeilijke taak hebben. We doen ons best. We zijn nu op boot De Transporteur met schipper Marcel Zaal. Nou Marcel, jij wist natuurlijk met een filmcamera voorop, komt Midpoint vast even kijken. Ja, dat was niet helemaal de bedoeling, maar het was wel de bedoeling om het te promoten. Film op aan de plas. We hadden 2 weken geleden hebben we namelijk een festival gehad op het eiland 1, Film aan de plas. En dat was eigenlijk boven verwachting gegaan. Maar op deze manier wil ik het toch nog een keertje een beetje extra promoten. Ja, want jij zat ook in de organisatie van het gebeuren? Klopt. Het gedeelte wat op het water moest gebeuren, dat heb ik voor mijn rekening genomen. En het was een ontzettend succes. Hoeveel mensen waren er? Nou, ze hadden gehoopt op een mannetje op 400. En het zijn er 850 betalende klanten geweest. Nou, een ontzettend succes voor de eerste keer. Leuk dat je hier vanavond ook op deze manier weer aandacht voor vraagt. Wat is er allemaal te zien op jullie boot? Wat is er te zien? Alleen maar gezelligheid in principe. En we hebben het een beetje aangekleed natuurlijk met een grote camera boven. Maar we hebben een beamer boven op het dak staan. Dus je kan gewoon een film kijken. En wat voor film hebben jullie vanavond? Nou, we hebben Vlodder is er net opgezet. Maar de oudere mensen hadden wat anders opgezet, de Chameleon. Maar die jonge gasten zeiden weg ermee, Vlodder. Ja. Okay. Nou, ik vind het een heel leuk idee en succes vanavond. Ja, dankjewel. Me va de maravilla. La gente se amontona y yo le doy morcilla. El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, el chiringuito. Kunt u even iets dichterbij komen? Wij zijn van Midpoint TV. Mogen we even een interview doen met u? Ja? Zal ik u even een hand geven? Dan kunnen we even vast. Ja, ik hou de reling. Ja, vast. Kan het? Ja.
Nou, we zijn hier op de Nacht van Neptunus. We komen van alles tegen. Maar meneer, op een waterfiets hadden we nog niet gezien. Wie bent u? Mijn naam is Erik Boertje. Waar komt u vandaan? Ik woon hier gewoon in Vinkeveen. Hier vlakbij Plaswijk. En u dacht, kom, ik fiets er eens uit? Ja, ik fiets eens even een rondje mee. Hè. Gekke waterevenementen dus vandaag. En u fietst zo tussen alle grote boten? Ja, ik ga net zo hard. Dus zelfs iets harder. Dus ik kan het goed regelen. Ja. Nou, ik vind het ontzettend sportief. Ik zou zeggen, veel succes. Ja, bedankt. Tot ziens. Doei. Jongens, even zwaaien. Hey. Even zwaaien. Hallo, we enteren even jullie boot. Hoe heet jullie boot? Hoe heet onze boot? De Goliath. En waar komen jullie vandaan? Uit Vinkeveen. Uiteraard uit Vinkeveen. Doen jullie ieder jaar mee met de Nacht van het... Elk jaar, ja, klopt. Ja. Wat maakt dit zo speciaal? Nou, dat de gezamenlijkheid, dat iedereen op het water is. Het is gewoon gezellig. Ja, met z'n allen. En lekker met muziek en met verlicht. Ja, even helemaal uitleven, het seizoen afsluiten. Nou was dit wel een hele afwisselende zomer. Wilt u daar nog iets over kwijt? Ja, het is een beetje jammer van het weer, hè. Maar vanavond? Maar vanavond mag wel weer goed, hoor. Ja, absoluut. En volgend jaar weer? Ja, zeker weten. Ja, en weer een ontzettend mooie boot hier, een palmboom. Hoe kom je op het idee? Nou, een paar biertjes, doe de rest. Jij dacht, het is zo'n tropische zomer geweest, ik maak een palmboom. Ja, het was een beetje sarcastisch bedoeld, ja. Waar komen jullie vandaan? Vinkeveen. Vinkeveen, ja, Vinkeveen. Vlakbij. Heel erg vlakbij. Het heeft ons wel 2 minuten gekost om hier te komen. En jullie doen ieder jaar? Nou, vorig jaar bedachten we van, nou, we doen een paar lampjes erop, krijgen we een aanmoedigingsprijs. Dus dit jaar dachten we, nou, het moet wat meer zijn, dus nou, dan doen we dat maar. Ja, lekker tropical. Eigenlijk de tweede keer pas dat we er echt wat van maken, zeg maar. Nou, het ziet er heel gezellig uit. Hey, veel succes. Ja, dankjewel. Fijne avond ook. Natuurlijk zijn er ook zeilboten op de Vinkeveense plassen en zelfs op de Nacht van het Punus. Waar komen jullie vandaan? Nou, wij zijn de scouting van Op Koude, de Zeefkenners. En nou, wij zitten hier met de scouting op een eiland. Elke zaterdag hebben we opkomsten. Dat is dat beroemde huisje met die mooie luiken. Op het Hoge Boomeiland. Hoge Boom. Dus, ja, en ook dit jaar weer zijn we erbij met de Zeefkenners. Nou, ik vind het heel apart dat jullie met een zeilboot ook meedoen en zo mooi verlicht. Nou, dat zie je toch weinig tegenwoordig. Het zijn allemaal motorbootjes, dus nou, het is leuk als je dit een beetje erbij kan houden natuurlijk. Hoe was jullie seizoen op de Vinkeveense plaats? Ja, het was wel leuk. Een beetje wisselend weer. Maar we maken het beste ervan. Ja, even allemaal zwaaien. Succes. Doei. Nou, loop jij even naar... Mag ik jullie wat vragen? Komen jullie helemaal uit Wilnis? Ja. Wat brengt jullie naar de Vinkeveense plas? Deze boot. Deze boot brengt ons. Maar wat zoeken jullie hier in Vinkeveen helemaal vanuit Wilnis? Een biertje. Nee, maar varen jullie vaak hier op de plas? Ja, elke dag. Wat vond je van deze zomer? Welke zomer? Kut. Deze zomer. De herfst. Ja, gisteren, vandaag. Gisteren en vandaag. Gisteren en vandaag was top, hè? Oké. Okay. Veel plezier. We staan hier bij Star Wars. Dat klopt, inderdaad. En hartstikke mooi vliegtuig. Wat is het? Helikopter? Een X-wing is het. Straaljager. Een straaljager, ja. En, Wat bracht jullie op het idee? Het was wit, groot en ja, van de rest dan komt het. Je doet er weinig aan. Maar jullie zijn een vriendengroep en ik begreep iets van bruiloften. Je moet het even uitleggen. Nou ja, dan gingen er inderdaad van de 6 gaan de 4 trouwen. Zes mensen en 4 gaan er trouwen. Juist. Dat is heftig. En ja, er is er eigenlijk geen tijd voor zulke dingen. Dat hebben we eigenlijk met 2 mannen hebben we alsnog doorgezet, ja, en dit is eruit gekomen. Nou, dat is een geweldig resultaat. Nou, mannen, allemaal even een applausje, hè, voor het geweldige resultaat. Wow.
Nou, heel leuk om te zien. We hopen dat jullie hoge ogen gaan gooien. Ja, wij ook. Want vorig jaar hadden jullie... De eerste prijs. Met wat? Met de New Kids. New Kids. Met New Kids. Caravan en alles erachteraan. Precies. We gaan het afwachten wat het dit jaar wordt. Heel veel succes. Dankjewel. Jullie doen ook mee aan de Nacht van Neptunus? Ja. En waar komen jullie vandaan? Nou, wij komen uit Meidrecht, maar de eigenaars van de boot komen uit Vinkeveen. Dat is een hele mooie oude boot. Hè? Ja. Hebben jullie veel gevaren deze zomer? Nou, we hebben wel meegevaren, maar ze zijn er wel mee op vakantie geweest. Ja, dat lijkt me een hele aparte boot om mee op vakantie te gaan. Nou, we staan hier lekker in de rook en een vuurtje, maar wel heel gezellig. Waar komen jullie allemaal vandaan? Wilnis. Wilnis, en jij? Vinkeveen. En jij? Wilnis. Zijn jullie een hele vriendengroep, familie? Ja. Roep eens even, waar komen jullie vandaan? Wilnis. Wat brengt jullie naar Vinkeveen? Gezelligheid. Gezelligheid. En wat voor gezelligheid? Ja, dat zie je toch zelf. Hebben jullie meegevaren? Ja, natuurlijk hebben we meegevaren. Daar liggen onze boten, ja. Oh, de jutter is van jullie? Nee, de jutter is van mijn collega. De actueelste en dan is er ook nog een groot CQ aanmoedigingsprijs. Lieve mensen, graag uw aandacht voor de prijsuitreiking die zo aanstonds gaat beginnen. Hier op de boot van Neptunus. We gaan beginnen met de derde plaats in de categorie mooiste boot. Die is gewonnen door inschrijving nummer 11. En dat zijn de zeven tenners. Door naar de tweede in de categorie mooiste lichten is geworden boot nummer 20, de Rijkers. Tromgeroffel, spanning en sensatie, want het moment is daar dat we de eerste plaats uit de categorie mooiste gaan doen. Nummer 15. Het zijn de vier panden die winnen de mooiste boot. Neptunus 2011, inschrijf nummer 15. De foto's worden genomen, de prijzen worden uitgereikt. Oh, geen kijk, die mensen is blij kijken, zeg. Uren zijn erin gegaan. Maar ja, dan kun je wel met de eerste plaats naar huis. Dat is toch lekker? Nee, uit de categorie originaliteit, dat is inschrijf nummer 21. En daar staat volgens mij Sander van Dijk. Alles geregistreerd. Tijd, spanning. En is gewonnen door inschrijf nummer 17. Star Wars. En daar komen ze aan, hoor. Leuk applaus. Ik een mannetje of drie. Mag enthousiasten. We kunnen door naar de volgende categorie. En dat is de categorie actualiteit. En dat is film aan de klas. Hoor nog eens even.
de Crown Cup. Nee, actualiteitsprijs 2011. Film aan de plas. Dat is nog altijd een hele bijzondere. Dat is de Troost CQ aanmoedigingsprijs, dames en heren. Ik heb daar even geen inschrijfnummer van, maar die is gewonnen door Palmboom met Aap. Palmboom met Aap. Zij winnen de Troost CQ aanmoedigingsprijs. Hij ligt daar. Even omdraaien voor de Willem. Ja, dat kan ik niet vertellen. Maar het is leuk om te weten, bedankt. Dat is... Nu zijn we de hele avond te gast geweest bij een leuk gezelschap uit... Hey. Ja. Uit, waar kwamen jullie vandaan? Uit de buurt van? Nee. Komen jullie volgend jaar weer terug? Ja. Wie weet wil Midpoint volgend jaar weer te gast zijn bij de Nacht van Neptunus.